je handen voorzichtig uittrekken. Jij mag er verder uittrekken. Deelnemers en sponsors van de Drechtstadloop hebben vrijdag een cheque van €53.700 overhandigd voor onderzoek naar PPMS, een vorm van MS. Vanwege de coronamaatregelen ging de loop op het laatste moment toch niet door. Neuroloog Jeannette de Beukelaar is blij met het bedrag. Zeker. We gaan nog verder kijken naar mensen met primair progressieve MS. En dat zijn mensen met MS die alleen maar geleidelijk achteruit gaan. De mensen die geleidelijk achteruit gaan, daar hebben we nog niet een goede behandeling voor. En we weten ook nog niet goed waarom dat nou zo is dat mensen alleen maar achteruit gaan. Met dit onderzoek en met het geld ook voor het onderzoek kunnen we echt beter gaan kijken wat hier nou de oorzaak van is. En daarmee ook werken naar een betere behandeling. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel. Succes bij je onderzoek.